Wacht even maar hoor. Zo. Hallo. Goedemorgen, boswachters. Goedemorgen. Wat verdrietige muziek. Ja, nou, jullie hebben het misschien wel gehoord in mijn liedje van de vos die is weg. De vos is weg? Ja. Maar de grote, die hebben wij gevonden op school, maar het kleintje zijn we nu weg. Oh. Wat een pech, hè? Ja, ja, dat is helemaal pech. Hebben jullie een vos gezien vandaag? Nee. Ik heb wel. Weten jullie hoe een vos eruit ziet? Hoe ziet de vos eruit? Vertel. Wit en bruin. En heeft hij ook een staart? Maar wij vinden dat verdrietige liedje zo mooi om te horen. Zou u het nog eens willen spelen, boswachter? Nou, dat zou ik... Willen jullie dat wel? Ja. Ja? Nou, dan ga ik dat nog een keertje zingen. Ik zing liever trouwens vrolijke liedjes hoor, maar dan ga ik nu nog dat verdrietige liedje zingen. Oké. Okay. Oh, 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 mijn vriend de vos is weg. Oh, 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 ik mis hem zo. Hij woont hier in het bos. Hij is mijn beste vriend. Mijn beste vriend, de vos, is weg. Oh, 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 weg. Ja. Wat heeft u daar een mooi tasje? Een tasje met allemaal verdrietige liedjes? Nee, nee, daar zitten mijn boswachterspulletjes in. Oké. Okay. Ja. U wandelt dan steeds door het bos? Ja, want wij letten hier een beetje op de bomen en op de dieren. Dus echte natuurboswachters? Ja, ik heb niet zo goed opgelet. Maar de vos is weg. Oh, dat is ook zo. Ja. En wat voor mooi koffertje heeft u daar, boswachter? Ja, dat is mijn reiskoffer, want ik moet veel reizen, want ik moet de vos gaan zoeken. Zullen wij op reis? Ja. Nou, dat lijkt me wel een goed idee, ja. Of zit daar iets in? Ja. Nou, ik zal hem even optillen. Maar hij is wel heel erg zwaar. Hey. Ella, wil je even helpen? Kan iemand mij helpen met de koffer, want ik vind hem echt veel te zwaar, hoor. Een kikkertje. Ik kan hem niet optillen. Ik kan hem optillen. Goed zo. Oh, wat kunnen jullie goed helpen. Is hij zwaar? Ik kan hem wel. Hij is heel zwaar, hè? Kijk, laat hem. Kikkertje. Ik kan hem wel. Nee, we zetten hem al even neer weer. Hé, hey, ik zie een ding. Zullen we eens even kijken? Ik zie daar een deur. Oh, ja. Zullen we eens even kijken wat erin zit? Ja, kun je het wel zien? Een bijging, maak nu een bijging. Bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Nou, boswachter, worden jullie hier niet vrolijk van? Ja, we worden hier heel vrolijk. Nou dan, wat zit daarin? Wij blijven staan, hè? Kunt u soms, wat staat daarop? Wat hierop staat? Nou, ik kan heel goed tellen. Ik kan wel tot 1000 tellen. Kunnen jullie ook tellen? Ja. Ja? Kunnen jullie wel tot 10 tellen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu in de vries. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zingen, nu in de wereld. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, wij zijn uitgeteld. Nou, ik vind het al fantastisch. In 3 verschillende talen. Ja, dat is ontzettend leuk. 7. Wie van jullie lust er een banaan? En hebben jullie nu al zin in een banaan? Ja, natuurlijk. Ik lust niet in banaan. Nee, dan laten we die in de koffer zitten. Laten we die in de koffer zitten. Ik wil wel banaan. Heb je te veel banaan? Ik heb het. Dat zijn drolletjes van een vos. Vossendrolletjes. Wil je die opeten? Zijn dat? Het zijn hele lekkere drolletjes. Ja, ik ruik ze al. Vossendrolletjes. Nou, zullen we dan eerst die drolletjes maar doen? Ja, die zijn ook heel lekker om op te eten. Nou, kijk. Top? Ja. Oh, heeft u er een?
ook al. Ik heb nog een dropje. Had je nog je dropje? Dat is lekker. Banaan. Heb geen radijsjes, maar wel een banaan. Ga met die banaan. Wie ze? Dat bloemetje mij te zeggen. Oh, ik heb geen radijsjes, maar ik heb wel een hele mooie banaan. Kijk eens, ik heb een banaan. Oh. Kijk, en er staat ook een boswachter op. Zou die van mij zijn? Ik wil, ja. Maar zijn er wel genoeg bananen dan? Ik heb wel een boswachter op. Nee, volgens mij die kant op. Ja. Wie denkt nog meer die kant op? Ik. Ja? Nou, loop er maar heen. Doe maar. Ze giet nu de emmer leeg over de ruggen van de kinderen. Luc en Lonneke zijn nat. Helemaal nat. De rode broekjes glanzen door het water. Luc en Lonneke staan al te wachten. Ze weer een koude douche. De kinderen staan helemaal open. Zo is de emmer weer gauw vol. Huppla, de vierde emmer. Nu haalt moeder de boot van boot dobbert op het water. Lonneke laat haar eentjes achter elkaar zwemmen. Kwak, roept ze. Pas op zee. Dat kan niet, zegt Luc. Mijn boot is groot. Ik ben de baas van de zee. Boem. De boot vaart tegen de eentjes. Dat is ook zielig voor de eentjes, hè? Dan hebben ze heel veel pijn. Zie je een vos? Kijk, wat erg gevonden heeft. Laat me even zien aan de rest, Mara. Zat hij hier verstopt? Lucas, hier blijf ik, kerel. Wij hebben een boot gevonden. Heel goed. Zij ook. Zij ook. Goed zo. Wauw. Dat is mooi. Waar lag hij te slapen, Mara? Hebben jullie een vos gevonden? Hier. Is die daar? Ach, ja, nou helemaal super. Wat hebben jullie goed geholpen, hè? Ja. Mag ik de vos wel aan de boswachter geven, Mara? Ja, dankjewel. Nou, hij nog niet. Ella heeft die gevonden. Kijk, hij is er weer, hoor. Ja. Boswachter blij. Ja, ik zie het. Blij, ja. Boswachter. Dan hebben jullie dat goed gedaan. Wie heeft het gevonden? Dankjewel, hé. Hey. Nou, gevonden. Hebben jullie me vast wel een beloning verdiend. Vinden jullie ook niet? Omdat jullie hebben zo goed geholpen. Twee tenten. Zo. Dan weet ik niet, lussen jullie wel chippies? Nee. Ja, lussen jullie wel? Nee. Jullie lust ook al? Nou, kom maar mee. Alles voor de juf. Ja. Dan gaan we nog één keer zingen en dan gaan we verder. Ik ben zo blij, ja, want de vos is weer terug. Ik ben zo blij, ja, want de vos is er weer bij. Ik ben zo blij, ja, want de vos is er weer bij. Ik ben zo blij, ja, want de vos is weer terug. Ik ben zo blij, 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 ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Nou, super dat jullie hebben helpen zoeken. Heel goed allemaal. Mijn collega kan heel mooi zingen.
Dan moet ik hem toch een beetje op afstand houden. Oh, wat leuk! Ik zeg dat het wel heel bijzonder is. Puber en een puber. Ja, en hoe vindt de puberen? Ja, juist. Ik pak hem. Heel goed. Hij klist daar. Theater? Ja. Wat is nou theater? Weet jij dat, Hazelotje? Nee, dat weet ik niet, Hazelwiesje. Zullen we het? Ik weet wel dat daar mijn halletje is. Maar wat doe jij nou met zo'n veger en blik? Ja, maar ik ga het opruimen al die trucjes. Hazelotje, denk nou eens even na. Kijk eens, moet je het knopje op aanzetten. Ja, maar ik heb hem op aanstaan, hoor. Dan moet je hem even aan de andere kant doen. Hazelotje? De mensen van theater die gaan het allemaal wel weer opruimen. Ja, maar ik moet dan slapen in mijn holletje, want die is ook er ook niet aan. Ik ga er helemaal niet bij. Nee, mijn plekje is daar. In de caravan. Ik ga deze daarachter. Daarachter, hè? En ik daarnaast, want wij zijn buurvrouwen. Wij waren zusjes. Oh, zusjes. Ja. Nou, ja, dat kan, hè? Nee, Hazelietje, Hazelotje. Ja? Dat kan nog niet hoor. Nou. Nee, want vanavond komen er allemaal mensen en die willen naar het theater. En hebben ze dan dit nodig bij het theater? Dit hebben ze allemaal nodig, ja. Wat doen ze daar dan? Dan gaan ze theater maken. Dingen uitspelen? Ja, een verhaaltje uitspelen. Oké. Ja. Dus wij kunnen hier alles laten staan. Ja, dit mag allemaal blijven staan. Dat ruimen ze allemaal na de tijd. Ruimen ze zelf weer op. Okay. En kunnen wij dan ook even aan de patatboswachter vragen of wij daar misschien kunnen slaan? Zullen we dat doen? Zullen we dat ook doen? Dat lijkt me vind je dat ook een goed idee, Hazelietje? Dat vind ik een heel goed idee. Ja. Wat zie ik hier? Nog meer troep, hè? Ja, dit is iets bijzonders. Ja.
Het lijkt wel een zakje. Oh, Jaakje, moet je kijken. Troep. Nee, kom eens kijken. Kom eens kijken. Hazelusje? Ja? Weet je hoe mijn vrouw dat noemt? Een georganiseerde bende. Oh, ik hou niet van een georganiseerde bende. Nee, maar dan weet je dat het zo hoort. Oh, dan hoort dat zo. Maar dit hoort niet zo, hè, boswachter? Nee. Nee, kom maar, joh. En dit ook niet. Mee lopen door het bos of door de straat en wat je vindt, stop je erin. Ik voel ook al iets. Zit er al wat in? Ja. Het geeft een heel klein beetje lawaai. Een beetje water. Oh, dat klinkt spannend. En een belletje hoor. Een belletje. Wat zou het dan zijn? Wat denken jullie dat het is? Een paal. Een belletje zit erbij. Ik ga even eentje laten voelen hoor, Hazewiesje. Dat is een goed idee. Ja. Oeh, dat kan heel goed voelen. Wat zit erin? Wat zit er in een zakje? Een klein balletje. Kan je het even voelen? Kan je het ook voelen? Is het een balletje? Ik voel ja. Ik denk niet een bal. Voelt het als een balletje, Julius? Oh, Julius denkt ook dat het een balletje is. Valko dan? Ook een balletje? Je kan ermee blazen en het vliegt de lucht in. Wat zou het dan zijn? Een vliegtuig! Nee, geen vliegtuig. Een raketje! Nee, luister eens naar Jente. Een bellenblaas. En dit mag je dan meenemen en dan ga je thuis uitpakken. Jij niet? Maar kijk eens, op dit kaartje staan allemaal namen. Hazebiesje, kijk! Nee. Hazewiesje, dit is het voor jou, bedoel ik. Nee, jij leest het gewoon. Maar dan kun je het aanzetten. Oh ja! Daan! Daan! Wow. Is het hier ook een Daan? Ja. Waar dan? Ik kom hem even brengen hoor. Hazelotje komt hem brengen. En Fardo. Oeh, wat mooi. Oh, nou, wacht maar even. Maar staan er overal namen op? Ja, boswachter. Oh. Nou, ja, dat gaat even nog even op, hoor. Ja, wil jij dat even mee? Ook wel even leuk. Ja. Hey, Twan. Hier. Twan. Hier staat Jilles. Twan. Jilles. Ik parkeer hem even achteruit. Ja, kijk. Oh. Wauw. Mara. En hier staat David. Een knapzak. Ja, ben ik! Nee! Jij bent Hazelslotje! Oeh, kom op de sorry! Alsjeblieft! Ella! Nigel! Ella la la! Hazelslotje kan mooi zingen! Martijn! Oh, Martijn! Quinten, is hier ook een Quinten? Nee! Ja, daar is een Quinten! Alsjeblieft! Een knap zakje. En hier heb ik Jaden. Waar is Jaden? Ik heb Joe! Ja, dat ben jij, hè? Nee. Alsjeblieft! En Joe! Wauw, wat een stoere knapzak! Ben jij, hè? Hazen Falco. Ja, die ben
neem ik mee naar mijn holletje. En nee hoor. Hidde. Hidde. Waar is Hidde? Hidde. Ja, daar ben je. Hazeliesje heb ik. Hazeliesje. Oh, je lijkt wel een beetje op mijn zusje. Hazeliesje. Ik ben Lucas. Ik ben Lucas. Lucas. Hey, ik heb een natuurlijk. Nou. Netjes geworden, Hazeliesje. Ik vind het helemaal een georganiseerde bende. Ja. Oh, ja, goed. Dank je wel. Zo. Zo. Zullen we dit nog even? Schoonmaken. Zo. Nou, wij gaan weer weg. Doei. Doei. Succes met de groep. Ja. Oh, jullie nog even een pose voor de foto? Doei.